Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain Vlogs. Jawel, jawel, jawel mensen. Hier zijn we weer. Waar is Bilo? We zijn gedaan thuis. Waar is die? Bilo? Bilo? We zijn gedaan thuis. Je was zoet. Oké, jongen, jongen, jongen. Hey, vandaag gaan we iets speciaals doen. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, Bilo? We hebben een speler. Wat voor speler gaan we opzoeken vandaag? Speler? Ja. Wat voor speler? Ronnie Flex. Ronnie... Nee, dat is geen Ronnie Flex. Royston Drenthe, wie gaan we opzoeken? Royston Drenthe. Wat zeg je? Ronde Strette. Royston Drenthe. Je durft wel, dat gaat hij niet leuk vinden. Mensen, we gaan Royston Drenthe opzoeken. Ja, ja, de speler die bij Real Madrid in de kleedkamer heeft gezeten en nu momenteel bij Sparta speelt. We gaan opzoeken. En wat gaan we met Royston Drenthe doen? Voetballen. Aan wie gaan we die ballen geven? Kinderen. Aan kinderen, dames en heren. Ben je er klaar voor of niet? Ja. Nou, we gaan Royston Drenthe opzoeken. Oh, trouwens, mensen, vandaag kan je een prijs winnen. Hou eens vast, Bilo. Hou eens vast. Eén momentje, ik kom terug. Kijk eens wat jullie vandaag kunnen winnen. Laat ze even zien aan de mensen. Maak maar even open. Tada! Dus, wil je weten hoe je deze kan winnen? Blijf dan even kijken en samen met onze Fox Sportcast. We moeten iets voor doen, maar zo meteen krijg je te horen wat. Dus blijf kijken. Vergeet vooral niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. Ah, rustig. Nou, we gaan naar Royston, gaan we opzoeken. Kom, we gaan. Royston, meneer, heeft u misschien Royston Drenthe gezien? Royston Drenthe, heeft hij die misschien gezien? Geen idee? Dankjewel, man. Royston! 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 Je weet zelf! Waar is Royston dan, joh? Jongens, hebben jullie Royston Drenthe gezien? Wat heb ik gezien? Zeg, hoe? Zit hij op tv? Nee, ja, man. Je zit gewoon op vlog. Dit is Brian Vlogs. Hoe, joh? Ik ben naar iemand op zoek, man. Ik ben op zoek naar Royston Drenthe, man. Maar jullie weten... Is die binnen? Ja. Ik ga hem verder zoeken, jongens. Nee, wie wil jij een shout-out verzorgen? Naar wie? Mama. Oh, kijk, dat is strijder. SO naar zijn ma. SO naar? Papa. Papa, kijk. SO naar? SO naar Sankar. Ai, 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 ai. SO naar? Walid. SO naar? Alle mensen. Alle mensen, lieve. En jij? SO naar? Ah, kijk, dat is lief, man. Is goed, wij gaan nu zoeken. Jongens, alleen maar liefde. Royston! We komen eraan, vriend! Brain Vlogs. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, jawel, mensen, hier zijn we weer. We zijn met niemand minder dan. Hij is nog helemaal los aan het gaan. De enige echte Royston Drenthe. Dan liep ik in het stadion en loop ik heel de avond rond. Vroeger kon je met mijn dealen voor vrienden. Denk maar dat ik kom, ik wil het door mijn zon. Ben niet te peilen. Ik ben op cijfers, kan mezelf in de kijken. Mijn hele team pak prijzen, ja, ja. Niemand gaat je geven, dus dan moet je nemen. We kunnen samen eten, maar ik eet het meeste. In deze tijden geen genade, ben op paper. Misbruik van mijn naam, maak ik zelf en je mag het weten. Ja. Nou mensen, we hebben hem eindelijk gevonden. Je ziet, we hebben stadion gezocht. We hebben alle parkeerplekken hebben uitgezocht. Maar hier is hij, hij zit gewoon een broodje te eten. Wie was jij toen je de bal had? Als je een pleintje was? Had jij een idool of zoiets? Ja, ik was wel echt, zeker de tijden van de periode dat ik 7, 8, 6 was, Rivaldo. Ja. Speelde ik heel graag mee op Pro Evolution. Bebeto was ik ook Bebeto, weg van. Oh ja, Bebeto van, ja. Van Italië. Edgar Davids was ook. Je trouwens, nu je Edgar Davids zegt, je hebt wel een beetje hetzelfde voetbalstijl, of niet? Nadat ik ouder werd, werd ik heel veel geassocieerd met Edgar Davids. Klopt, ja. En uiteindelijk werd dat ook zeg maar wel een beetje mijn houvast van, hey, dit is wel een beetje wat ik kan. Ja, ja, ja. Linksbenen, ja. Drive. Zoals ik een drive had, toch kunnen scharen. Zijn er toch weinig die zeg maar met zo'n drive toch ook nog een beetje techniek hebben. Ja, ja, klopt. Ah, ja. Edgar Davids had dan niet een beetje techniek, die had serieuze techniek. Ja, Edgar Davids was abnormaal. Heel vaak hebben wij het over succes. Ja. Wat betekent succes voor jou? Wat succes voor mij betekent? Veel money maken en strijd hebben aan de hele wereld om het feit dat
in de wereld zit ook heel veel misgunnen. Ja? Die misgunners, daar moet je alleen rekening mee houden. Met de mensen die toch wel met jou menen, hoef je geen rekening mee te houden. Die moet je lekker laten meegenieten met hetgene wat jij dus verdient. Ja? Die misgunners moet je rekening mee houden om ze elke keer maar weer te laten zien van pik, ongeacht jij denkt dat ik ga falen, laat ik jou zien dat, begrijp je, dat is voor mij succes. Ja. Succes is ook geloof in jezelf. Op het moment dat je geloof in jezelf verliest, wat menselijk is en wat mag, om het feit dat iedereen kan in een dip komen, en dan gaat het meestal ook bergafwaarts. En de vraag is van hoe snel ben je met jezelf zeg maar uit die put trekken. Maar op het moment dat je daar te lang mee wacht, dat betekent dat je te lang nodig hebt om zeg maar zelf uit die sleur te komen. Ja. Maar niemand gaat jou kunnen helpen om uit die sleur te komen, want dat ga je uiteindelijk zelf moeten doen. Dus de vraag is van hoe sterk ben je zelf ten opzichte van jezelf. Hey, als wij teruggaan in de tijd, hè, wat echt kenmerkend is voor iemands leven, is zeg maar voordat je geboren bent, 9 maanden voordat jij geboren bent. Mamski toch? Wat was jouw situatie 9 maanden voordat jij op aarde kwam? Wat was de situatie bij jullie? Mijn vader was een hele aanwezige man. Mijn vader was zeg maar het kapitein op het schip van de gehele familie. En dan heb ik het over de gehele familie. Niet alleen moeder, dan heb ik het over mijn moeder, zussen, tot aan mijn oma, tot aan mijn opa. Mijn vader was super aanwezig en was echt een pirate. Kwam op vroege leeftijd te overlijden. Het feit dat het echt een man was die aanwezig was, had zijn mond bij zich. Was af en toe misschien onnodig aanwezig. Ja, maar dat was waarom is dat? Mijn vader is geliquideerd op de Nieuwe Binnenweg. Oké. Okay. In 1990. Nee joh, je was net geboren? Net, ik was 3. En je weet eigenlijk, buiten de foto's om weet je eigenlijk niks, kan je niks meer herinneren? Eigenlijk niet, nee. Het is allemaal te snel gegaan. Het maakt me wel de man tot wie ik nu ben, begrijp je? En dat bepaalt toch wel de... Tot de dag van vandaag, 2019, wordt er nog steeds gesproken over mijn vader. Zeker op de Nieuwe Binnenweg en overal. Op het moment dat ze praten over mijn vader, zie ik die mensen gewoon van, hé, jouw vader, dat ik zelf soms gewoon kippenvel krijg van, hé, ja, deze mannen kunnen het weten, begrijp je? Hoe was dat voor jouw moeder? Mijn moeder is nu 52 en je ziet dat er nog steeds een rip uit haar lijf is. Dat verlies. En kijk hoe lang het geleden is. Als je zo terugkijkt, in wat voor zin denk je dat jou beïnvloed heeft? Het feit dat je zonder vader bent opgegroeid. Rond 15, 16, 17 begin je echt te beseffen van, hey, want ik heb wel een stiefvader om me heen gehad en alles, weet je toch? Maar je begint te beseffen van, hey, mijn echte vader is, hoe zou het zijn als? Ja, ja. Dat is mijn pa, ja. Kan ik laten zien? Zeker. Dat was de echte tu. Zo noemden ze hem op de straten hier. Goeiedag. Kijk eens. Alles goed met u? Ja man, hey, ik weet je. Zeker. Hey, Royce in Drenthe. Alles goed, kleine man? Hoe is het mooi, jongen? Dat alles goed? Niet zo soepel, hè, Royce. Ik ging niet zo soepel. Deze ken mij niet. Dat is 100% zeker. Goeiedag mevrouw, ik zal me even voorstellen. Ja. Ik ben Royce, een dag mooie meid. Alles goed, hoe heet jij? Jennifer. Nou ja, ik heet Royce. En hoe heet jij? Jij bent vast een hele goede voetballer. Kan je er wat van? Ja, ik heb een bal bij me, dus eigenlijk moet jij dus nu ook meteen een trucje laten zien met die bal. Want jij zegt dat je goed bent. Kan je mij één trucje laten zien, één trucje? Ja toch? Daar komt hij dan. Oh, wow. Okay. Komt hij dan. En kijk eens. Oh! Even een schaartje of zo. Iets moois voor de camera. Hup. Kijk. Op wippertjes. Hey. Wat een ei. Nee, gek. Allemaal een mooie bal. Nee. We zijn wat vergeten. Oh, zijn we wat serieus? Ja, we zijn wat vergeten. Oh, serieus? Wat weet dan? Je dat niet? Dit kan niet, man. Oh, man. Kijk. Jongen, dat kan gelijk. Hij heeft gelijk. Dat gaan we fixen. Waar wil je hem hebben, jongen? Oké. Alsjeblieft, jongen. Kijk eens. Dag, Brendan. Dag, kleine man. Doei. Ik zie daar een aantal jongeren. Dat zijn stoere jongeren. Even kijken. Ik ga het nog. Deze hebben Gano in hun zak. Wat zeg jij? Deze hebben Gano bij ze. Oké, kijk, ik zie daar iemand. Kijk, maar nee, dat is Jessie. Dat is mijn vriendin, die komt net van mijn zaak. Maar we zullen het wel vragen, maar dat is Jessie, dat is mijn vriendin. Dat is Jessie en dat is haar zoon. Ja. Maar die heeft net al een cadeautje gehad. Die heeft net voetbalschoenen van zijn mama gekregen. Maar bij voetbalschoenen horen.
Mijn voetbalschoenen, wat heet mijn voetbalschoenen? Een bal. Een bal. Toevallig heb ik een mooie bal voor jou meegenomen. Pak jij even een mooie bal. Ja. En dan ga je aan die... Hey, jongens! Ga even een handtekening erop zetten. Voor mijn grapje van Jesse. Brian Vlogs. Bilal, voor welke club ben jij? Ajax. Je moet even je bek houden en dan geef ik een klein poffetje op je neus zo. Hè? Wat zeg je nou? Ajax. Feyenoord. Nou ja. Hij weet niet waar hij het over hebt. Hij weet niet waar hij het over hebt. Nou, ik weet wel waar ik het over heb. Ik weet totaal niet waar je het over hebt. Ik weet totaal wel waar ik het over heb. Hans, jij weet totaal niet waar je het over hebt. Kijk eens, Luca. Alsjeblieft, jongen. Thanks. Ja? Geef hem een mooi plekje thuis. Ja, zo. Maar, je bent doen op school. Wacht even, wacht. Wow. Dat trucje. Ja, man. Dat trucje zijn we vergeten. Kijk. Achteruit. Mijn excuses. Sorry, schat. Ja, gaat het echt? Nee, zeker. Ja, ja. Je hoeft niet bang voor me te zijn, hoor. Nee, ik ben niet was voor bang. Ongeluk. Nou, dat gaat precies. Sorry. Mijn excuses, hè. Kijk, wat jij doet bij mij. Zie je door jou dit, hè? Wat was dat voor mij? Dat was die achterwaartse schaar. Je hebt gelijk uitgedaan. Jij zag, Kees, kijk, mijn film, ben jij bang? Ik heb jou weer gezien. Ik denk, lama. Ja, doe door. Ja, kijk daar door. Kijk eens, hart. Deze is helemaal van jou. Mag ik mijn tas? Dank je. Oh. Dankjewel. Oh, Ajax. Ik ben kampioen. Nee, PSV kampioen. Royston, er zit daar een bal in. Een hele speciale bal. Serieus? Ja, deze hebben wij speciaal gekregen van de Eredivisie. Oké. Hier spelen ze de Eredivisie mee. Dat was het vorige seizoen. Oh, kijk, is derby star. Ik ben hier gewend mee te voetballen. Wij voetballen hier ook in de keukenkampioen-divisie mee. Kijk. Dus ik moet zeggen, deze bal. Deze bal heb ik dit seizoen al 5 keer gescoord. En ik heb beloofd dat ik dit seizoen 7 zou maken, dus ik ben goed op weg. Dankjewel. Ja toch? Waardeer ik enorm, zeker. Daar moet alleen eigenlijk nog een handtekening op. Jouw handtekening moet op mijn bal. Ja. Kijk eens. Juist. Ja, zat bij de stukjes ook. Ja, ik ben hier. Nou, fijn. Ja. Lachau. Genoeg, dankjewel. Ja. Nee, joh, geen. Mensen, willen jullie kans maken ook op zo'n bal? Met handtekening van Bilal. Wat moeten ze daarvoor doen? Je mag nu ter plekke een actie bedenken. Dat hadden we ze beloofd namelijk. Nou, ik vind wel dat ze op zijn minst een goed rapport moeten laten zien. Ja? Een goed rapport. Op Insta? Met... Of hoe moeten ze op Insta een fotootje van een rapport laten zien dat minimaal gewoon een 8 waard is. Gewoon echt. We willen alleen voldoendes. Oh, maar die vind ik gruwelijk. Dit is origineel, mensen. Ja. Ik heb gisteren toevallig een rapport van mijn dochter gezien van Lilay. En geloof me, dat was voortreffelijk goed. Dus zorg dat je ons op Insta een foto laat zien. En dan kun je deze bal met zo'n tas krijgen. Yes? Alleen maar liefde. Want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Dan zullen we tijd. Positiviteit. Mensen, gruwelijk, love, arrivederci. Positiviteit. Alleen maar liefde, why why. Alleen maar liefde, why why. Yo, het Ibrahim, why why. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why why. Yo, het Bilal. Yo, het Ibrahim, why why. Yo, echte mannen, why why. Positiviteit, why why. Activiteit, why why. Negativiteit, why why. Geen tijd voor, why why. Heel wegen door, why why. Brian Floor.